Armoede kun je pas begrijpen als je er anders naar leert kijken. Dat zegt Tim Sjongers. Hij is politicoloog, bestuurskundige en directeur van de Wiardi Beckman Stichting. Hij schreef over het thema armoede 2 boeken. Bij het maken en uitvoeren van armoedebeleid moeten we veel meer gebruik maken van de doorleefde kennis en ervaring van mensen die te maken hebben gehad met armoede. Hoe doe je dat? En boeken we daarin al vooruitgang? Daarover en meer ga ik in gesprek met Tim Sjongers. Tim, fijn dat je bent aangeschoven voor dit gesprek. We gaan het hebben over armoede en armoedebeleid. Jij zegt, onder andere in de boeken die je hebt geschreven, armoedebeleid moet anders, moet meer gedragen worden door ervaringskennis. En dat is nu nog zeker niet het geval. Ik stuit op een mooie zin in je boek. Je zegt, de combinatie van geringe kennis en een overschot aan zelfvertrouwen wordt hoger gewaardeerd dan doorleefde ervaring. Kun je nog eens kort uiteenzetten wat jouw belangrijkste bezwaren zijn bij het huidige armoedebeleid? Kijk, ik denk, als we naar armoede kijken, de dag van vandaag, armoede oplossen in zijn geheel, dat lijkt me een onmogelijke opdracht. Maar dat rechtvaardigt niet de mensonwaardigheid binnen het huidige armoedebeleid. En je ziet heel veel mensonwaardigheid binnen het huidige armoedebeleid. En wat bedoel ik daarmee is dat we steeds vaker naar de persoon kijken en het gedrag van de persoon kijken, maar niet naar de problemen die dat gedrag van die persoon aansturen. En dan krijg je... Het is een oppervlakkige kijk. Ja, het is een oppervlakkige kijk. En dat onderscheid is echt heel belangrijk, denk ik, als we naar armoedebeleid kijken. Je ziet dat nu ook met dan die experimenten om mensen €200 extra te geven. En dan gaan we dat onderzoeken. Dan wordt er gezegd, ja, maar dat doen we omdat we goed armoedebeleid willen onderzoeken. En dan denk ik, ja, maar armoedebeleid is toch veel meer dan net wel of niet boven de armoedegrens. Eigenlijk is dat voor mij dan een zoektocht naar, oké, wanneer vinden we het dan een net voldoende arm zijn om het voor onszelf nog te rechtvaardigen. Terwijl, ja, maar je moet kijken naar die diepte van armoede, van hoe werkt dat door? Want die €200 gaat niets doen aan de kwaliteit van je woning. Dat gaat niets doen aan het feit dat je nog steeds in schuldhulpverlening €40 mag uitgeven per week. Dat gaat niets doen over het feit dat je op een wachtlijst van de GGZ staat en noem maar op. Dus ik vind het dan heel mooi dat we dat doen, die oppervlakte. Dat is belangrijk, maar beleid gaat toch vooral over de diepte. Ja, het zijn quick fixes. Jij noemt het in je boek het laaghangend fruit, wat beleidsmakers vaak aanstippen of waar ze mee aan het werk gaan. Terwijl we naar die diepgang van, of de diepte van armoede moeten kijken. Ja, kijk, en ik denk dat dat net het punt is, toch? Als je kijkt nou naar die armoedegrenzen, nou, want zo meten we dan armoede. Leeft u onder of een bepaalde inkomensgrens, dan bent u officieel arm. Dat wil zeggen dat als we u bijvoorbeeld €10 meer geven per maand, dat u boven die grens zit en dan bent u niet meer arm. De vraag is jouw armoedig leven dan weg? Nou ja, dan ben ik heel stellig. Nee, dat gaat hem niet worden. En daarom zeg ik van, ja, maar we zouden eigenlijk veel meer naar de indirecte indicatoren moeten kijken om te zeggen hoeveel mensen leven een armoedig bestaan. Dat is iets anders dan hoeveel mensen leven officieel in armoede volgens de cijfers. Ja. Als je kijkt naar de armoedig bestaan, die indirecte indicatoren, dat is de mensen aan de schuldhulpverlening, dat zijn de rijen aan de voedselbank, dat zijn de mensen die behoeften hebben aan allerlei ondersteuningen omdat ze zelf bepaalde zaken als witgoed en dergelijke niet kunnen betalen. Ja. Een pleidooi om indirecte indicatoren als leidraad te nemen. Zie je dat al gebeuren bij gemeenten, bij de Rijksoverheid? Nee, kijk, gemeenten mogen niet aan inkomenspolitiek doen, hè, in principe. Terwijl eigenlijk een zonnepaneel op een dak liggen van een sociaal corporatiewoning is volgens mij ook inkomenspolitiek de dag van vandaag. Want dat zorgt voor minder uitgaven. Dus ja, uitgaven is natuurlijk ook wel een belangrijke. Dus ja, gemeenten mogen niet aan die inkomenspolitiek doen. Landelijk worden die grenzen bepaald. Het is nu wel zo dat het NIBUD samen met het Sociaal Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek een nieuwe armoedegrens gaan definiëren. Want we werken nu met 2 grenzen. Dus afhankelijk van het CBS-grens, SCP-grens, ja, we werken met 2 grenzen. Verschillende definities. Ja. En wat ze nu willen doen is 1 nieuwe grens definiëren. En dan willen ze zeggen van oké, kijk, en dan gaan we woonlasten en energielasten eigenlijk op maat meenemen. En dat is wel een goede indicator, want ja, de huren die mensen betalen kunnen enorm verschillen natuurlijk. De een betaalt €400 in zijn woning, de ander €700, ja. Dat betekent aan die armoedegrens streven voor het ene gezin wel iets heel anders dan voor het andere. Je zegt daarmee, dat is een vooruitgang ten opzichte van
hoe het nu gemeten wordt. We komen dan iets dieper, dus niet meer aan de oppervlakte, maar we gaan iets dieper in datgene wat armoede inhoudt. Ja, dat. En ja, nog wel een mooi voorbeeld is dat er fondsen zijn die bijvoorbeeld afstappen van van de bewijslast. Dat als u inderdaad hulp wil om uw kind sport te laten uitvoeren bijvoorbeeld, dat u niet meer moet bewijzen of u effectief wel arm genoeg bent. En ik denk dat dat een heel belangrijk is, want we hebben heel veel verschillende soorten armoede. Beweegarmoede, sportarmoede, digitale armoede, energiearmoede. Je kan op al die zaken kan je ondersteuning vragen, maar je moet telkens wel bewijzen of je nog wel arm genoeg bent. Ja, hoe vaak kun je dat bewijzen zonder er helemaal klaar mee te zijn? En die draai van, oké, maar we gaan uit van vertrouwen, u hoeft het niet meer te bewijzen. Ja, dat kan voor een gezin dat in armoede leeft al heel veel stress wegnemen, ja, volgens mij. Gebeurt dat nog incidenteel? Of zeg je, nou, daar zie ik toch wel een kentering. Want het gaat om wantrouwen versus vertrouwen. Dat meer gebeurt. Ik zie je lachen, dus ik proef een antwoord al. Maar... Ik zie het wat meer gebeuren. Hè? Ik bedoel, maar ik denk dat daar ook... Kijk, in die bewijslast, volgens mij zit daar iets dieper onder. Stel nou dat ik verantwoordelijk ben voor een bepaald potje geld waarmee ik mensen in armoede mag ondersteunen. En ik sta heel ver weg van die mensen. Ja, dan vind ik het logisch dat die dat moeten bewijzen, want hoe kan ik hun vertrouwen inschatten? En dat is hoe we dat dan doen. Hè? We hebben bijvoorbeeld in wijk X een betere buurt woont, iemand die zo'n potje beheert en dat moet naar wijk Y. En daar is relatief weinig kennis van die wijk. Als nou degene die dat potje beheert van dat fonds ook in die wijk zou wonen, ja, die weet echt wel dat de buurvrouw arm genoeg is. Ja. Die weet wel waar de nood het hoogst is. Ja. En dan valt die bewijsdrang weg, want dan voel je het gewoon in je tenen. En dan weet je het, omdat het een onderdeel van je leven is. Ja. Dus daar zit al iets achter, hè? Die afstand tussen dan dat fonds en dan degene die ondersteund worden. Ja, die afstand, ja, die zorgt dat er bewijslast moet komen. Hoe meer je in de wijk organiseert, hoe minder je dat gaat hebben. Ja. We gaan naar die doorleefde ervaring, hè, van armoede. Jij zegt in armoedebeleid, dat is nog onvoldoende gestoeld op die doorleefde ervaring van mensen die met armoede te maken hebben gehad. Maken we daar sprongen in, sprongetjes? Ik zie daar wel heel veel goede dingen in gebeuren. En kijk, het is... En dat wil ik wel even expliciet benoemen, maar het is niet zo dat je, alvorens je met armoede aan de slag kan, of alvorens je daarover mag uitspreken of beleid mag rondmaken, dat je armoede moet meegemaakt hebben. Ik bedoel, dat is heel onzinnig. En dat heeft volgens mij ook nog nooit iemand in deze wereld beweerd dat dat zo is. Terwijl dat natuurlijk wel heel snel een counterverwijt wordt. Maar wat wel belangrijk is wat ik daarnet ook zei. Het gaat niet zozeer over de armoede wegwerken, het gaat over de mensonwaardigheid wegwerken. En wie weet beter... Wanneer iets mensonwaardig aanvoelt, als diegene die daar het slachtoffer van geweest is, of als degene die dat ondervonden heeft. Ik bedoel, zij weten dat volgens mij het beste. En het zijn dan een soort van correcties op beleid die je kan maken door te zeggen van ja, maar hou er rekening mee dat dit misschien wel even vernederend kan uitpakken. Ja. Hou er rekening mee dat deze persoon misschien helemaal die woorden op dat formulier niet begrijpt. Ja. Dat zijn kleine dingen, maar die zorgen er wel voor dat je mensen niet minder snel wegneemt. Ja. Je zegt, ik hou zeker geen pleidooi dat je armoede moet hebben ervaren om armoedebeleid te kunnen maken. Toch herinner ik me jouw optreden in het programma van Sander Schimmelpenning, Sander en de Kloof. Waarin je staand in de Schilderswijk aangeeft de kleine afstand tussen de Schilderswijk en de ministeriële torens, waaronder VWS. Je pleitte volgens mij in dat programma ook voor het doen van een maatschappelijke stage als beleidsambtenaar. Om in ieder geval te weten wat er in de haarvaten van de samenleving gebeurt. Ja, dat pleidooi voor die maatschappelijke stage, is dat iets waar je nog hard aan werkt? Ja, zeker. Zie je daar ook ontvankelijkheid voor? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat die initiatieven ook groeiende zijn, hè, om een soort van maatschappelijke dienst voor ambtenaren. Kijk, ik wil daar niet mee zeggen dat geen enkel ambtenaar begrijpt waar het om gaat. Maar je ziet wel bepaalde zaken waardoor je denkt van oké, maar hier is echt nog wel wat meer werk aan de winkel. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld die 7 minuten fietsen, hè, die ik dan benoem, minder in dat programma. Maar uiteindelijk is het vaak zo, als je kijkt naar een stad als Den Haag, het is echt 7 minuten fietsen om van de beste wijk naar de... Ja, niet zo goed de wijk te gaan. Ja. Die 7 minuten fietsen brengen jou vaak in een
een verschil in levensverwachting van 10 jaar. Dat in de ene wijk 10 jaar... Dus dat wil echt wel zeggen dat de omstandigheden in de ene wijk heel, heel anders zijn dan in die andere wijk. Als jij dat nooit in die andere wijk komt, maar daar wel beslissingen over neemt, ja, dan kan je dat niet gaan doen vanuit jouw logica, jouw norm, jouw waarde, vanuit die goede wijk. Want we zijn bijna met een antropologische studie bezig. Het zijn bijna twee verschillende werelden. Ja. En ik denk dat we daar heel, heel scherp op moeten zijn. En dan denk ik dat het gaat over ervaringskennis. Als zijnde een kennisbron. Kijk, als je nu kijkt hoe we beslissingen nemen, dat doen we op basis van wetenschap. Dat doen we op basis van beleidskennis. En dat doen we op basis van professionele kennis. We weten hoe de hazen lopen, zeg maar. Ja. Op basis daarvan ervaringskennis heeft daar de laatste jaren bijna niet ingezeten. Maar je moet, denk ik, ervaringskennis echt als een kennisbron oppakken. Ja. En nou kan iedereen daar voor of tegen zijn, maar stel nou dat ik Amerika-respondent ben. Stel nou dat wij hier een interview hebben over Amerika en jij weet dat ik nog nooit in Amerika ben geweest. Jij zou mij niet serieus nemen. Nee. Waarom moet ik dan een ambtenaar serieus nemen die armoedebeleid maakt voor een bepaalde wijk en nog nooit die wijk is binnen geweest? Het verandert, hè? Dus het ten goede. Dus het is niet dat het helemaal niet verandert. Ik bedoel, er zijn zelfs randelijke programma's, zoals één tegen dakloosheid. Het programma om dakloosheid tegen 2030 te verbinden. Die van in het begin tot aan het einde met mensen met ervaringskennis hebben gewerkt. Er is een leidraad betekenisvolle participatie opgemaakt op basis van dat programma. Dus er verandert enorm veel. Maar we moeten wel die premissen... Ja, maar proef je ook ongemak? Want het is geen gemakkelijke boodschap. Ja, maar het is ook ongemak. Ja, als ik naar een rijke wijk ga en daar op de kroeg ga, proef ik ook ongemak bij mezelf. Ja. Dat is ook mijn wereld niet. Nee. Dus ik begrijp dat volledig. Ja. Nee, en ik begrijp dat zeker. Kijk, dat is als... Maar het niet is alleen ongemak, misschien ook weerstand tegen je missie. Niet alleen tegen de boodschap, maar ook tegen je missie. Ja, kijk, tuurlijk, maar... Kijk, uiteindelijk als je zegt van... Ja, maar je moet die ervaringen meenemen... Dan zeg je eigenlijk impliciet, zonder het zo scherp te willen stellen... Zeg je eigenlijk impliciet... Je hebt iets de laatste jaren niet goed gedaan. Je hebt een blinde vlek gehad. En dan gaat het eigenlijk over onbewuste onbekwaamheid. En als we dat met z'n allen kunnen overeens zijn... Dat het onbewuste onbekwaamheid is... Dan is de eerste stap bewustwording. Het is niet erg om dat vast te stellen. Nee, het is helemaal niet erg om dat vast te stellen. Kijk, de vraag is, het gaat er niet om van wat doet u slecht. Het gaat erom, wat kunnen we nou met z'n allen beter doen? En ja, dan moet je wel de blinde vlekken durven benoemen. En dan moet je daar wel voor openstaan voor die kritiek. Dat wil niet zeggen dat je het slecht doet. Maar ik denk dat geen enkele ambtenaar tegen het idee kan zijn van hoe kan ik mijn werk nog beter doen. En ik denk ook niet dat er ene ambtenaar daar tegen is. Trouwens, nee, nee, maar ik kan me wel voorstellen, want... Het gaat soms ook om ego's, dat je ook wel over je eigen schaduw heen moet stappen om die onbewuste onbekwaamheid die jij blootlegt, om dat toe te geven. Ja, zeer zeker. Maar ik denk dat we ook niet alleen naar ambtenaren moeten kijken. We moeten ook naar de burgers in zijn algemeenheid kijken. Hè. Kijk, als wij met z'n allen het idee hebben dat arme mensen domme keuzes maken, ongezonde keuzes maken en profiteurs zijn, nou ja, dan is die onbewuste onbekwaamheid wel heel... wijd verspreid. Als wij een sociaal middenveld hebben, als wij initiatieven hebben die in een arme wijk van alles willen gaan doen rond gezonde voeding en die vinden hun doelgroep niet, dan wordt het al snel, ja, maar het is een slecht bereikbare doelgroep. Ja, maar stel je eigen interventie eerst eens in vraag. Wil deze doelgroep deze interventie wel? Want we kunnen in een Ik maak het vaak mee. Dan gaat men een project uitrollen in een wijk, hier in Den Haag. Moerwijk bijvoorbeeld. Hè. Ja, 100.000 projecten worden eruit gerold. Ja, als je in armoede leeft, in een kwetsbare wijk leeft, dan aan aandacht geen gebrek. Ja. De vraag is de goede aandacht? Ja. En als je dan kijkt naar de weerstand van bewoners tegen die interventies, tegen die aandacht, dan denk ik, nou ja, maar noem het dan geen moeilijk bereikbare doelgroep. Noem het misschien een moeilijk over te brengen interventie. Ja. Je en dan ligt het bij jezelf. Je hebt dat in een van je boeken in de metafoor gegoten van de broccoli, hè? De beledigende broccoli. Kun je dat in een korte schets uiteenzetten wat dan die interventie is? Nou, hier in Den Haag-Zuidwest, grote gezondheidsachterstanden, veel armoede, veel bestaansonzekerheid. En ja, dan willen we daar met z'n allen niets aan doen. Zet je een zak geld in Den Haag-Zuidwest, dan zie je iedereen een koprol maken die nooit in Zuidwest komt. Maar een zak geld doet mensen bewegen. En dan mogen daar interventies gepleegd worden. En een van die interventies is het promoten van gezonde voeding op school. En dan staat die persoon daar als ZZP'er, sociaal tarief 80 euro per uur. En die persoon staat daar met broccoli te zwaaien voor een kind, voor een klas. Met allemaal kinderen die in de ochtend niet ontbeten hebben. Ja, dan is jouw interventie echt van de pot gerukt.
En als het dan gaat over ervaringskennis, er had maar één ding nodig geweest. En dat is dat die persoon met die interventie niet met de directeur van de school gaat praten, maar met de juf gaat praten van wat zie jij hier nou dagelijks en hoe kunnen wij hier die gezonde voeding promoten? En wellicht zou de juf zeggen, breng bananen mee, breng aardbeien mee, ik ga een bakje yoghurt halen. Dan kan je spreken over gezonde voeding en we kunnen hen gezonde voeding geven na afloop van die les. Volgens mij veel beter. Ja, maar ik denk dat het misschien perverse mechanismen zijn, perverse prikkels die in stand houden dat dit soort interventies worden ingezet. Je hebt het over de financiering. Hè. Voor dit soort projecten is er dan geld. Het kan afgevinkt worden dat het gedaan is. Maar er wordt niet naar de outcome gekeken. Hoe voorkom je dat je, want we hebben het hier weer over de oppervlakte, denk ik. Hè, van hoe zorg je dat je meer aan die diepgang van armoedebestrijding gaat werken? Zonder alleen maar dat laaghangend fruit. Een beetje een gekke metafoor in vergelijking met broccoli, want dat is groente. Ja. Dan groei ik dat de grond. Maar dat je dat niet alleen dat laaghangend fruit plukt, maar echt aan de diepte ingaat. Nou, vraag aan de mensen wat ze denken nodig te hebben. Sterker nog, ga nog een stap verder en vraag aan de mensen, waar wil jij naartoe met je leven en hoe kan ik jou daarbij helpen? En dan moet ik spontaan denken aan Kansrijk Groningen. Dat is een project met buddies. Dat dus is een van de voorbeelden waarvan je zegt... Daar gaat het echt over, die diepte kijken. Dat is een organisatie. En als jij langdurig in bijstand zit, langdurig niet werkt en noem maar op, dan kan jij gebruik maken van een buddy. En de eerste vraag van die buddy is, waar wil jij naartoe mee leven? En wat je dan altijd ziet, is dat er eerst nog vragen zijn omtrent psychologische problemen, fysieke gezondheid, huisvesting, onderwijs voor de kinderen en noem maar op. En samen met die buddy als aanspreekpersoon voor de gemeente, want die wordt wel serieus genomen, dan samen met die buddy gewoon eerst die zaken op orde zetten. En dan zie je dat mensen na 2 jaar, vaak na een jaar al, toch richting opleiding gaan, toch richting betaald werk gaan of structureel vrijwilligerswerk gaan. En dat zijn mensen die heel lang heel diep hebben gezeten, maar die krijgen gewoon een keer een andere vraag. Waar wil jij naartoe? En dat is een heel andere vraag dan waar denkt u recht op te hebben of wat denkt u nodig te hebben? Ja. Is dat het begin van of een deel van de sleutels? Het begint bij de burger. Je hebt de buddy. Om van daaruit beleid te maken? Ja, of ruimte creëren zodanig dat er gewoon dingen kunnen beslist worden die eigenlijk niet volledig binnen het huidige stramien zouden passen. Want ik denk dat dat belangrijk is. Kijk, waarom doen we al die pilots? Waarom doen we al die experimenten? Omdat dat een opening geeft om tegen huidige regels in te gaan. Maar het is toch maar een pilot. Het is afgekapseld. Hè? En het is een experiment, het is afgekapseld. Maar je zou eigenlijk die regelvrije ruimte zou je eigenlijk heel veel mensen best gewoon heel snel moeten kunnen creëren. Net omdat je dan interventies kan plegen die net wat afwijken. Want ik ben ervan overtuigd. Kijk, we doen heel veel heel goed, maar het is heel versnipperd. Veel regels spreken elkaar ook tegen, dan wordt het ingewikkeld. En er is eigenlijk niemand die het mandaat heeft om echt stappen te nemen. Mm-hmm. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Kijk, en dat is wat ik zelf ook doe. En wie zou het mandaat moeten hebben dan? Kijk, een van de opties die ik opriep in het boek Armoede uitgerucht aan mensen met geld, is de bijzondere overheid. Ja. En wat bedoelen we daarmee? Kijk, dat is een initiatief of een essay dat je samen met Albert-Jan Kruiter van het Instituut Publieke Waarde hebt geschreven. Ja, dat klopt. En kijk, wat we eigenlijk zien, en Albert-Jan heeft dat mooi uitgepruist in de data van het IPW. Wat we zien is dat eigenlijk eens mensen 10 problemen hebben, 15 hulpverleners hebben, ja, dan begint de boel tegen elkaar te botsen en dan wordt er eigenlijk stilstand gecreëerd en dat kost heel veel geld, die stilstand. Wij zeggen van ja, maar als je dan kijkt naar waar die stilstand zit, dan zit hem daar eigenlijk in inderdaad wat jij zegt. Verschillende financiering, verschillende potjes, verschillende verantwoordelijkheden. Iedereen is verantwoordelijk, dus niemand gaat erover. En niemand met het mandaat. En wat zie je dan? Dat bijvoorbeeld armoede aan de grond ligt van de problemen. Heel veel hulpverleners, maar geen enkel hulpverlener heeft het mandaat om met de Belastingdienst te bellen en die armoede aan te pakken. Of met schuldhulpverlening te bellen en die armoede aan te pakken. En dan denk ik, kijk, geef deze mensen gewoon één gatekeeper. Één persoon die op de achtergrond alles regelt. Maandelijks kom je af, teken bij het kruisje en je kan nog iets van je leven maken. Want jullie zeggen, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het systeem voor 80% van de mensen werkt. Maar voor 20% niet. En dat zijn de mensen met complexere problemen. En daar zou je een bijzondere overheid voor moeten ontwerpen.
om die complexere problemen mee te kunnen oplossen. Ja, kijk, vaak begin het bij 1, 2 kleine problemen en worden het snel complexe problemen. En dat heeft te maken met hoe de systemen zijn ingericht. Ik bedoel, dus daar ligt het systeem veroorzaakt die complexiteit. Ja, vaak wel. Kijk naar het toeslagenschandaal. Ja. Ik bedoel, je mag zo zelfredzaam zijn als de pest, als de overheid achter je aankomt en het systeem gaat tegen zichzelf beginnen vechten. Ja, dan word je daar volledig in vermalen. En ik verzet me vooral tegen die veel te goedkope claim van het systeem moet op de schop. Ja, maar een systeem dat voor 80% van de mensen werkt, dat is cum laude. Ja. Dat is cum laude. Dat is, je gaat iemand die cum laude is afgestudeerd, ga je toch niet... Ik weet het niet, maar... Het systeem hoeft niet op de schop. Natuurlijk niet, voor mij werkt het. Ik heb het systeem soms ook nodig. Moest ik morgen werkloos worden, moest ik morgen zorg behoeven, moest ik morgen even wat mantelzorg uitvoeren, zijn er heel veel regelingen. Ik ga dat mijn weg vinden. Voor mij werkt dat allemaal. Het is voor een bepaalde groep dat het systeem niet werkt. En dan denk ik van oké, maar isoleer dat probleem van die groep en denk daar anders over. En als ik zeg, dat is ongelijk. Ja, maar deze mensen hebben al een ongelijk leven. Het zijn gewoon tweede rang. Ja, is dat een mantra dat dan opkomt? Van dat is ongelijk, dus daar kunnen we niet aan beginnen om voor die 20%, ik zeg het nog maar even een keer, om daar mee om te gaan. Ja, waar ik dan ook vaak merk, maar wie valt erin en wie valt er buiten? Wie valt erin, wie valt er buiten? En dan denk ik, maar kom aan, even normaal doen met z'n allen. Met speciaal onderwijs hebben we dat toch ook gewoon goed geregeld. Met beschermde woonvormen hebben we dat toch ook goed geregeld. Met beschutte werkplekken, sociale werkvoorzieningen, weten we toch ook wie erin valt en wie eruit valt. Ja. Waarom zouden we dat dan voor zo'n systeem niet kunnen organiseren? Kijk, en mij gaat het niet over het systeem aan zich, hè. Maar gaat het erover dat als we met 15 mensen iemand niet kunnen helpen, dan moeten we misschien wel eens proberen om die persoon met 3 mensen niet te helpen. Misschien dat dat veel beter helpt. Ja. We hebben het over de burger gehad. Hè. Dat viel ergens en passant. Je pleit voor de inzet en organisatie van spreidstandburgers. Wat zijn spreidstandburgers? Je bent zelfs een beweging begonnen, volgens mij. Ja. Kun je uitleggen wat spreidstand burgers zijn en wat jullie beogen? Of wat eigenlijk heel kort, het zijn mensen die ellende hebben meegemaakt en dat kan op allerlei manieren. Dat hoeft niet per se armoede te zijn, dat kan dakloosheid zijn, dat kan knel gezeten hebben in de systemen van de GGZ bijvoorbeeld. Of de overheid tegen zich hebben gehad. Maar mensen die dus eigenlijk leidend voorwerp zijn geweest van een systeem, door van een bepaalde achtergrond, daaruit zijn geraakt en nu zelf binnen die systeemwereld werken. Ja. En merken dat eigenlijk 2 verschillende werelden geworden zijn en dat net het systeem dat bedoeld is. De leefwereld en de systeemwereld. Ja, ik weet niet of ik nou echt dat onderscheid zou maken tussen leefwereld en systeemwereld, maar laat ons zeggen, tussen, in mijn geval bijvoorbeeld, tussen die ambtenarij die gaat over armoedebeleid en de mensen die in armoede leven of geleefd hebben. En dan denk ik, een spreidstandburger is iemand die mee aan die knoppen draait, maar zelf wel vanuit de vroegere ervaringen weet waar hij of zij het over heeft. En ik zie het als een toevoeging op huidig beleid. Al zien we al die kennis, ervaringskennis, als een kennisbron. En het voordeel is, ze weten bijvoorbeeld, in mijn geval bij armoede is. Ze hebben daar meegemaakt, bittere ellende in gehad. Maar ze kennen ook het systeem. Dus ze weten die twee werelden te verbinden. En ik zie spreidstandburgers, die staan in een spagaat. En dat spagaat zou een heel mooie brugfunctie tussen die twee werelden kunnen zijn. Ja. Het is een beweging aan het worden. Wat brengt het al? Kijk, wat we zien is bijvoorbeeld lotgenotengroepen. Er zijn regionale spreidstandburgers die zelf bijeenkomsten in hun regio houden met andere spreidstandburgers. En dan is het echt wel een soort van het kunnen uitspreken bij gelijkgestemden, net zoals wij allemaal gelijkgestemden wel eens opzoeken. Tegelijkertijd de vraag om te adviseren op beleid, of een keer kritisch te kijken. Een vraag die ik bijna dagelijks krijg natuurlijk momenteel, zeker als het over armoede gaat. Maar ik denk ook gewoon binnen organisaties het organisatiekapitaal dat ervaringskennis is, proberen te ontsluiten. Want het is kennis, hè? Ervaringskennis, er zit iets in. Wat ik me ook voor kan stellen, is dat je elkaar tot steun bent. Hè? Je schrijft in je boek ook over je persoonlijke ervaringen met armoede. De eerste, 25 jaar van je leven, misschien nog iets langer. Het is volgens mij nu ongeveer 3 jaar geleden dat je je eigen ervaring hebt, of je eigen verhaal hebt gedeeld met de buitenwereld over het opgroeien in armoede. En je schrijft in je boek ook over de sociale
schizofrenie die je, of sociaal-maatschappelijke schizofrenie die je ervaart. Je bent dus ook een spreidstand burger. Dus ik kan me ook voorstellen dat het delen van die ervaringen van belang is, ook voor jezelf. Want, ja, zeer zeker. Ook omdat je dan merkt dat er gelijkgestemden zijn. En kijk, we leven in een wereld waar inderdaad wetenschap, bereidskennis, een WO-diploma wordt veel harder gewaardeerd dan bepaalde ervaringen die je hebt. Sterker nog, binnen beleid, ook binnen sociaal werk. Is dat aan het veranderen? Ik heb het idee dat toch wel aan het ja, dat is zeker aan het veranderen. Dat is zeker aan het veranderen. En dan is er nog een zoektocht, hè, van hoe ga je daar nou mee om? Hou je ervaringsdeskundigen binnen? Ga je maatschappelijke diensttijd doen als ambtenaren? Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, maar kijk, als wij nou naar onze organisatie kijken, hebben wij hier geen collega's die al bepaalde ervaring hebben? En hebben wij daar geen blinde vlek voor? En dan merk ik dat die er zeker zijn. En ik heb als soort van extensie van mijn boek een paar portretten over spreidstandburgers geschreven voor de correspondent. Eén daarvan is Amir. Hij was het eerste portret. En ik kwam hem toevallig onderweg naar hier kwam ik hem tegen. Daarom was ik ook wel later op mijn excuses. Maar ik kwam hem toevallig onderweg naar hier tegen. En hij zegt van ja, maar hoeveel collega's me nu binnen die torens van het ministerie van Sociale Zaken niet hebben aangesproken van wat goed. En ik herken hier zoveel in. En hoe kunnen we dit nou verder brengen? Hoe kunnen we hier een constructieve tegenspraak op organiseren? Nou, dan denk ik, dit is een echt een mooie beweging. Ja, maar dat zijn wel mensen die het systeem al kennen. Dat maakt hoopvol. Ja, tuurlijk maakt dat hoopvol. En kijk, uiteindelijk gaat het erover, we willen gewoon toch mensen verbinden met elkaar. We willen toch gewoon samen moeten nadenken over hoe kan het beter voor die kwetsbare burger. Neem daar dan op zijn minst mensen in serieus die ooit zelf kwetsbaar zijn geweest, maar die ook jouw taal spreken als ambtenaar of als sociaal werker of noem maar op. Want het probleem zit niet alleen bij ambtenaren, het probleem zit volgens mij ook in toenemende mate bij sociaal werkers. Ja, nou ja, over sociaal werkers gesproken. Want wat is dan in toenemende mate het probleem van sociaal werkers? Ja, kijk, als ik wekelijks de vraag krijg, team, waar vinden we die mensen? Ik heb een fantastisch idee, maar waar vinden we die mensen? Ja, dan denk ik, sorry, maar op alle plekken waar jij niet komt. Hè? Ja, dat is helemaal niet zo ingewikkeld. En dan nogmaals, misschien is jouw interventie dan het probleem, niet het feit dat die mensen moeilijk te vinden zijn. Maar het is zo gemakkelijk om het altijd bij de ander te leggen. En dat is mijn pleidooi met ervaringskennis. Zitten die sociaal werkers dan te vast aan die interventies? Want ik kan me voorstellen van, ja, je vindplaats is, of waar je mensen vindt, is de kern of de essentie van je werk. Ja, dat kan ik me inbeelden. Onlangs vroeg iemand mij, ja, maar deze mensen willen niet geholpen worden. Dan denk ik, ja, misschien niet door jou. Heb je jezelf die vraag al gesteld? Maar het is altijd heel gemakkelijk om bij anderen te liggen. En als je erover nadenkt, doen we dat gewoon in heel dat sociaal domein heel, heel snel. En daarom heb ik het over ervaringskennis. Dat zit ook bij jou. Jij kan moeite doen om de ervaringskennis op te halen. Je zou vrijwilligerswerk kunnen gaan doen bij Voedselbank. Veel beter volgens mij is gewoon proberen eens een maand van dat pakketje te eten. En jezelf dan de vraag te stellen of je nog voorstander van een voedselbank bent. Ik bedoel, dat is ook ervaringskennis. Je kan ervaringskennis borgen. Kijken in je organisatie, zijn er mensen met bepaalde ervaring die wij te weinig weten? En je kan ervaringskennis binnenhalen. Ja. En dat is door spreidstaatburgers of mensen met ervaringsdeskundigheid. Ja. Maar als we het enkel over ervaringsdeskundigheid hebben, doen we eigenlijk weer net hetzelfde. Jij bent ervaringsdeskundige, we leggen het bij jou. Nee, je moet het bij jezelf leggen. En die ervaringsdeskundige kan daarbij helpen, maar het is jouw primaire taak om ook ervaringen als een kennisbron in te zetten. Maar ook dat is, denk ik, richting sociaal werkers dan een ongemakkelijke boodschap. Zoals we het net ook over de ongemakkelijke boodschap richting beleidsmakers hadden. Dus over dat je toch blootlegt dat mensen onbewust onbekwaam zijn. En dan is dat ook een moeilijke boodschap waarvan ik denk van, hoe zorg je ervoor dat mensen toch ontvankelijk zijn voor die boodschap? Nou, kijk wat ik zeg. Kijk, ten eerste zonder schuring geen grans. Dat heb ik hier in Nederland geleerd, dat is geen Belgisch spreekwoord. Kijk, ja, zonder schuring geen grans. Ik dacht dat Belgen beter waren in spreekwoord in taal. Ik denk dat ten eerste, hè, zonder schuring geen grans. Ik denk ten tweede dat het er niet over gaat, wat heb je slecht gedaan of wat doe je slecht, maar dat het erover moet gaan, wat kunnen we beter doen? Waar liggen de mogelijkheden? En ik denk dat iedereen in zijn werk constant beter wil presteren. Ik bedoel, dat zijn we ook aan onszelf verplicht, denk ik. Dus ik denk dat dat ook heel belangrijk is, dat we daar nog kijken. Ik denk ook
constant de boodschap herhalen. En natuurlijk ook de successen inzichtelijk maken. Zoals ik zei, dat brand 1 tegen dakloosheid in Nederland, de spreidstandburgers, toch de toenemende aandacht voor ervaringsdeskundigheid, de professionalisering ook van die ervaringsdeskundigheid, dat lijkt me ook een goede stap. En het brengt echt wel nieuwe inzichten met zich mee. En ik merk het heel hard aan de reacties op mijn boek. Ik heb heel veel reacties gekregen, nu nog steeds, dagelijks. En het zijn drie typen reacties. Het zijn er veel meer, maar als ik het dan goed opbouw. Type 1 is mensen die zich enorm herkennen in mijn verhaal. En dan altijd zeggen, eindelijk iemand die er de woorden aan geeft. Dus ik denk dat dat al heel belangrijk is, dat we mensen de woorden geven om hun gevoel duidelijk te maken en de articulatiemacht die ze bezitten goed in te zetten. 2, zijn sociaal werkers, ambtenaren die zeggen, ik sta al 20 jaar in die domein en nu begrijp ik het pas. Dan denk ik, oké, dat is prima. Want dan heb je een mega goede zet gedaan. Je bent je er ondanks 20 jaar niet je eigen ego, niet je eigen kennis voor op gaan stellen, maar je bent die in het verdiepen. Ja. En de derde is van, ja, maar jij polariseert, want het is wij tegen zij. Dan denk ik, ja, maar als je kijkt naar de verschillen in gezondheid, de verschillen in levensomstandigheden, de verschillen in levenskwaliteit, die polarisatie is al een feit, daar heb je mij echt niet meer voor nodig. Maar het zegt veel dat mijn woorden meer pijn doen dan het feit dat we gewoon grote groepen burgers, als we de rangburgers, ja, dan ligt het probleem toch bij jou. Maar dus die eerste twee reacties kunnen we afvinken, dat is prima, zeg je. Maar die derde soort reacties, daar moet dus nog aan gewerkt worden. Ja, en dat is herhaling. En dat is de successen inzichtelijk maken. En dat is zorgen dat steeds veel meer mensen zich gaan uitspreken. En dat zie ik gebeuren. Ik zie dat ook aan de hand van mijn boek, op LinkedIn, op Facebook, noem maar op. Mensen die er een soort van recensie posten, maar zich daar onmiddellijk ook met hun eigen verhaal op uitspreken. En ik denk dat dat gewoon belangrijk is. En het gaat er gewoon over van, kijk, zie ons, luister een keer naar ons en laten we samen stappen zetten in het beter maken. Die mensonwaardigheid, daar kunnen we dagelijks met z'n allen mee aan de slag. Zijn er ook reacties op je boek of boeken, moet ik zeggen, die je verrast hebben? Ja, er zijn zeker reacties die me verrast hebben, soms ook negatief. Maar wat vooral speelt, denk ik, is dat heel veel persoonlijke verhalen die ik op me af heb gekregen, wat ik enerzijds heel erg waardeer, maar wat ook wel onder mijn huid gaat kruipen op den duur. Ik bedoel, het is gewoon heel veel ellende. Ja. En ja, ik zat vorige week aan het strand. Ik zat eindelijk een boek te lezen, want daar heb ik heel weinig tijd voor. En is helemaal eerlijk trouwens, maar er komt een vrouw naar mij, die spreekt me aan met 2 teams jongers. En vanaf dat ik ja zeg, begin zij gewoon te huilen. En een heel levensverhaal van ja, ik herken me erin en hoe jij je verzet tegen die systemen. En mensen zien het niet. En dan denk ik, kijk, het is echt wel een fundamenteel iets dat we met z'n allen moeten aanpakken. En ik zie die verschillen echt wel nu komen, hè, dat mensen echt wat anders gaan kijken. Ik zie dat ook als er nog eens, arme mensen dit. Ja, dan onmiddellijk een heel leger van mensen die nu wel de munitie hebben om op een goede manier te zeggen waarom u fout bent in uw oordeel over mensen die in armoede leven. Je hebt ze de woorden, of in ieder geval de munitie, laten we het woorden noemen, in handen gegeven om... Ik hoop dat het alvast van wel, maar geeft dat ook niet druk voor jou? Dat je bent... Ja, ik ben geen guru en daar heb ik ook geen zin in. Maar ik denk waar mij het een paar reacties uit dezelfde hoek trouwens, die mij het meeste deugd hebben gedaan, is artsen die echt zeggen van oké, maar ik ben echt anders naar mijn doelgroep gaan kijken. Artsen die echt zeggen van oké, maar ik ben hier symptomen aan het bestrijden van iets anders en dat begin ik nu echt door te hebben. En die zich er ook openlijk over uitspreken en ook met elkaar die discussie nu, ja ik zie het dan gebeuren online, met elkaar die discussie daarover voeren. En dat vind ik echt wel een mega stap vooruit. En wat hadden ze dan, een te grote fixatie op medicatie? Ja kijk, artsen moeten genezen. Ja. Maar ja, met de zorg en de onhoudbaarheid van de zorg is misschien gezondheid net belangrijker geworden voor de toekomst. En het idee van oké, maar ja, je krijgt met een astmapuffer niet de schimmels uit de slaapkamermuur. Als iemand naar je toe komt en die slaapt slecht, ja, slaapwiel kan goed zijn, maar als jij een signaal van armoede kan herkennen of van bestaansonzekerheid of van andersoortige stress, kan je op een adequate manier doorverwijzen. En ik denk dat die beweging ook begint te komen, hè, dat medische domein en dat sociale domein elkaar steeds beter vinden. Dat gaat echt morgen allemaal niet koek en ei zijn. Ja. Maar dat zijn wel bewegingen die we echt nodig hebben. En door die reacties van artsen ben ik wel echt gesteund dat dat succesvol zou zijn. Armoede uitgelegd aan mensen met geld. Je boek zou verplicht op de lijst moeten komen van de huisartsenopleiding.
Misschien staat het er al op. Oké, heb ik niet gecheckt. We hebben het over sociaal werkers gehad. Half oktober is de focusweek armoede. Het thema van de week is armoede is een probleem van iedereen. Wat geef je, je hebt er net al kort iets over gezegd, wat geef je sociaal werkers die met mensen in armoede werken specifiek mee? Kijk echt naar de mens die achter het gedrag en achter de problemen van de mens speelt. Want het gaat over mensen, het gaat gewoon echt over mensen. En een bepaalde context stuurt gedrag. Dat kan in heftige zin zijn, dat kan in heel lage zin zijn, weet ik veel. Maar vaak is de context echt wel een goede verklarende variabele voor een bepaald gedrag. En ja, af en toe is gewoon luisteren het beste. Want we hebben wel heel erg de neiging om impliciet onze norm van het goede en gezonde en gelukkige leven op te leggen. Terwijl vaak de omstandigheden waarin mensen leven, dan is die norm nog niet realistisch. En gewoon even luisteren, gewoon even kijken wat er nodig is. Ik denk dat dat vaak echt belangrijker is. En ik heb echt iemand dicht in mijn omgeving trouwens, heel dicht in mijn omgeving, ook na het lezen van mijn boek zei van ja, maar moest ik dit boek 10 jaar geleden gelezen hebben, ik had een veel betere begeleider geweest. Gewoon omdat je bepaalde mechanismen zo duidelijk maakt, hoe die werken. Maar dat is niet wat wij zien als we met die mensen praten. En dat is ook niet per se wat je leert op school. Dus ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Ja. Luister gewoon naar mensen. Arm zijn en achterlijk zijn is echt niet hetzelfde. Nee. Zijn er dingen die... Want we zijn in de sneltreinvaart langs heel veel thema's gegaan. Zijn er dingen die niet aan bod zijn gekomen van je zegt van ja, maar dat wil ik nog aanstippen? Kijk, wat ik ook echt wel belangrijk vind is dat we hebben heel veel goede bedoelingen. Maar een hoeveelheid aan goede bedoelingen kan op zich slecht uitpakken. En wat bedoel ik daarmee? Als je nu kijkt naar het aantal onderzoeken naar mensen in armoede, het aantal congressen over mensen in armoede, het aantal onderzoeken, naar onderzoeken mensen in armoede, een aantal experimenten die mensen in armoede. Vraag jezelf eens af, van, zijn we nou een onderdeel van de oplossing aan het worden of zijn we een onderdeel van het probleem aan het worden? Wat is het antwoord? Ik denk dat de waarheid ergens in het midden ligt. Ja, want er wordt onderzoek gedaan. Movies is een kennisinstituut sociale vraagstukken. Wij maken ook onderdeel uit van dat systeem. Maar er worden wijksafaris georganiseerd in achterstandswijken. Maar je wil niet, zoals je in het boek uitlegt... ik weet niet of je het zo noemt, maar ik moet dan wel aan denken. Van alsof je naar in een dierentuin bezoek had. Dus dat wil je niet. Tegelijkertijd wil je natuurlijk wel die feeling krijgen met het onderwerp waar het over gaat. Dus dat lijkt me een moeilijker balans. Dat klopt, maar als je nou naar onderzoeken kijkt... De mensen in armoede, of je kijkt naar projecten van mensen in armoede. En dan kijken we veelal naar wijken, maar denk je nou echt dat je in die wijken niemand kan vinden die dat onderzoek kan uitvoeren? Dat je in die wijk niemand kan vinden die dat project kan uitvoeren? Precies, maar dan moet je naar die wijk gaan om mensen te selecteren. Ja. En dan moet je niet verwachten dat ze naar het gemeentehuis komen of dat ze naar de hogeschool komen of naar de universiteit komen. Nee, dan moet je zelf actief selectiebeleid gaan voeren. Ja. En daar zit echt nog een wereld om te winnen. Maar kijk, het is gewoon gek dat we leven in een wereld waarbij een 8 op 10... cum laude in een gladgestreken leven veel harder gewaardeerd wordt dan een 6 op 10 in een shitstorm. Terwijl en iedereen die dit kijkt, zal hetzelfde zeggen, van de moeilijke momenten in je leven leer je het meeste bij. Waarom hebben we dan zo weinig vertrouwen in mensen die zoveel moeilijke dingen hebben meegemaakt en die er toch zijn uitgeraakt? Misschien zijn zij echt de wijze mensen van deze wereld en misschien moeten we daar iets wat meer oog voor hebben. Ja. Ik denk dat het in de kern gaat om selectie, op welke criteria selecteren we mensen. En het is toch raar dat als u gevraagd wordt, als u een vacature ziet voor iemand die armoede moet bestrijden in een bepaalde wijk, dat daar niet gevraagd wordt naar de affiniteit met het thema. Dat daar niet gevraagd wordt naar de eigen ervaringen. Ik wil zeker zo'n thema waarin je van zou willen dat zo weinig mogelijk mensen er ervaring mee hebben, is het net heel belangrijk om heel selectief door te vragen. Als het gaat over, ik zeg maar wat wegen, ja, iedereen heeft ervaring met een weg. Ik bedoel, dat je daar niet expliciet naar doorvraagt, dat snap ik. Maar zo'n thema waarin we ondertussen erkennen dat de verschillen enorm zijn geworden, dat er een mega begripskloof is, waarom selecteren we niet veel actiever? En ook dat gebeurt. Ik zag onlangs in Amsterdam nog een vacature voorbij komen. Er wordt expliciet verwezen naar spreidstandburger. Ik zag een andere vacature die expliciet van
Het is niet zo belangrijk om al die cijfers te hebben. Het is vooral belangrijk om ervaring te hebben. Ook ervaring met beleid, maar ook ervaring met de thematiek. Ja. Nou, dat is toch gewoon net wat anders denken dan selectie. Ja. Ja. Vraag die nu bij me opkomt is... doordat je net hebt gezegd... er zijn mensen naar me toegekomen die zeiden... ik heb je boek gelezen. Goh, ik had dit 20 jaar eerder willen lezen. Hè? Had ik het in mijn professie kunnen gebruiken. Of ik nou sociaal werker ben of huisarts of beleidsadviseur... Hoe komt het dat wij zo lang die blinde vlek hebben gehad? Ik denk dat voor het belang van doorleefde ervaring, nou, in dit geval met armoede, in het maken van beleid. Kijk, ik denk dat er verschillende maatschappelijke bewegingen zijn geweest, waar je voor of tegen kan zijn, die daarvoor gezorgd hebben. Ik denk ten eerste de professionalisering van het sociaal werk. Ik bedoel, je moet al een diploma hebben om sociaal werk te kunnen gaan doen. Nou, dat was in de verre geschiedenis niet zo. Hè. Ik bedoel, dan was het toch meer een soort van ons kent ons en liefdadigheid. Het idee van professionele distantie. Je moet ver afstaan van de materie. Een psycholoog moet nooit psychologische problemen gehad hebben, want dan wordt het er dichtbij. Dan denk ik, ja, daar kan je allemaal voor of tegen zijn. Maar als het gaat over actief ingrijpen op het mensen... op het leven van mensen en actief macht uitoefenen op het leven van mensen, wat we met armoedebeleid doen, dat is eigenlijk heel actieve machtsuitoefening. Nou ja, dan doe je er maar goed aan om te kijken of die macht wel op een goede manier wordt ingezet. Ja. Want als dat niet zo is, komt er een tegenbeweging. En die tegenbeweging kan zijn geen regelingen meer aanvragen, maar ook gewoon een dikke middelvinger die de burger geeft. En het feit dat de burger de overheid niet meer gaat vertrouwen. Ja. En het staat zelfs in dat... En dat de bal keert het schip. Ja, en ik vind dat een heel mooie toevoeging als je kijkt naar dat actieplan 1 tegen dakloosheid. Als je kijkt dan naar de argumenten van het ministerie om het van in het begin tot het einde met mensen met ervaringskennis of ervaringsdeskundigen te doen, zeggen ze gewoon ja, maar dit is de manier om vertrouwen tussen beleidsmakers en de burgers waar het om gaat te herstellen. Ja. En dan denk ik, je moet het meer zien dan dat. Het gaat niet alleen over het bedenken van perfect beleid. Het gaat ook over het doen randen van dat beleid. En het terug vertrouwen krijgen hebben in beleid. Omdat mensen zich gehoord voelen, gezien voelen en daardoor ook veel beter begrepen voelen. Ja. Tim, dank je wel voor dit gesprek. Heel graag gedaan. Ja, bedankt.